Goedenavond iedereen, hier zijn we weer met een nieuwe 5-Minute Crypto Ketchup en deze keer zal het niet Sam zijn die deze analyse op dinsdag geeft, maar mijzelf, mede doordat wij morgen een 20 uur opleiding hebben die van start gaat, de volledig gratis, all crypto trading opleiding, slash investment opleiding, waar Sam ook de aftrap van zal geven. Um, dus Sam is een volle voorbereiding, waardoor ik het nu even overneem. Nu, waar gaan we het vandaag over hebben? We zijn begin juni, en dat wil zeggen dat er nieuwe narratives kunnen gaan spelen, nieuwe events naar voren gaan komen, die van invloed kunnen zijn voor bepaalde coins. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Uh, um, we hebben een zeer interessante community call gehad afgelopen zondag, uh, maar we zijn heel technisch gegaan. Ik heb dat ook gemerkt dat er daardoor minder views zijn. Mijn excuses daarvoor, maar ik wil iedereen van content voorzien die bij een bepaald interessegebied uh, zit. Uh, je hebt uh, developers bij ons, je hebt pure analisten bij ons, je hebt ook hoger opgeleide mensen die meer naar uh, het wettelijk kader bijvoorbeeld kijken. Dus ik wil voor iedereen wat wils kunnen aanbieden en daarvoor moeten wij hier ook in gaan diversifiëren van een hoog niveau naar een middelmatig niveau of zelfs uh, lager niveau voor nieuwe mensen binnenin de space aan te trekken. Nu genoeg daarover en we gaan beginnen met welke coins interessant kunnen zijn voor deze maand of deze de komende twee weken. We weten dat narratives in crypto zeer snel veranderen en daar gaan we vandaag naar kijken, inclusief ook de technische analyse daarvan. Ik heb vier coins die ik voor jullie bekeken heb, waarvan ik denk dat die nog verder kunnen gaan stijgen, of dat die kunnen gaan beginnen met stijgen. Dus dat, dat gaan we vandaag bekijken, en dus zonder al te veel oponthoud um, gaan we er meteen mee starten. Maar nog eerst even dit. Jazeker, je hebt het gezien. Vergeet niet te liken en te subscriben. We willen groeien met onze community. We willen groeien met ons YouTube-kanaal. Uh, iedereen mag het weten en deel het zeker en vast. Voor jullie een kleine moeite, voor ons een heel uh, mooi gebaar. Uh, goed, we gaan eraan beginnen. Vorige week liet ik jullie deze chart zien. En we keken toen naar de Unrealized Gains and Losses. Uh, Allee, underlies losses. In het geval van de banken. Hè, dus uh, wat zij als securities hebben. Dus wat zij uh, kunnen dekken. Ze zitten nu momenteel met 517 miljoen losses. En uh, dat is een nieuws dat vorige week nog niet uitgekomen was. Maar dat we wel hebben opgemerkt. En vandaag is het nieuws effectief uitgekomen. Um, dat er zo'n 63 uh, banken zijn die in de problemen kunnen komen. Uh, door de underlies loss van VVV. Amai, 517 miljoen. Deze 517 miljoen kan een insolventie betekenen voor die 63 banken wanneer mensen in paniek raken en geld willen gaan opnemen. Dus we hebben dat begin 2023 ook gezien, waardoor Bitcoin toen zeer sterk gestegen is en waardoor er toen ook een stimulans is gebeurd in de Global Liquidity. Dus lees het ondersteunen van banken. Dus dit is ook een vorm van uh, quantitative easing of um, het injecteren van nieuwe liquiditeit als die banken zwaar in de problemen komen. Dus het zou positief zijn voor risk-on-assets, en zeker voor bitcoin, omdat bitcoin eigenlijk puur voor dit soort zaken uh, gemaakt is. Uh, als we teruggaan naar 2008, dan is bitcoin ook in zo'n periode ontstaan wanneer er heel weinig vertrouwen was in het bankensysteem. Het is niet zozeer voor uh, de inflatie, het is eerder voor de debasement van uh, een currency of uh, zulke zaken, wanneer er heel veel paniek is om eigenlijk geld veilig te stellen. Nu, dat is punt 1, wat positief van invloed kan zijn voor onze vriend Bitcoin. Verder hebben we vandaag ook nog belangrijke cijfers gehad: de jobopenings. Die zijn lager uitgevallen dan verwacht. Nu kort wel wil dat betekenen, dat is zeer goed voor de economie. Waardoor er een renteverlaging kan komen. Wat vervolgens ook zeer goed is voor de reactie op risk on assets. Dus die zaken spelen alle twee nu mee. Macro, kort gezegd, we kunnen veel dieper gaan over het macro geheel. Maar de situatie op bitcoin ziet er momenteel goed uit. En we hebben daar ook reactie door gehad. Dus bitcoin is ook wel heel goed aan het stijgen. Wat positief is. Voor de mensen die meer op de hoogte willen blijven van alles wat omtrent macro en crypto gebeurt, join in de beschrijving hieronder aan, de link voor onze Discord. Daar bespreken we alles diepgaander. Zowel in het vrije gedeelte en in het premium gedeelte gaan we dan meer focussen op zaken die uw investering profitable kunnen maken. Nu, we gaan verder. Um, de eerste, het eerste narrative waar ik zwaar naar kijk en waar ik al zeer lang over praat, is Real World Assets. En ik denk dat dit een zeer belangrijke week zal worden, eh, mede doordat er eigenlijk een hoorzitting zal zijn um, morgen. Morgen zal er een hoorzitting zijn over tokenization. Tokenization waar onze vriend Larry Fink waarschijnlijk ook van de partij zal zijn, eh, beter genoemd BlackRock. Verder uh, denken we dat BlackRock ook op groot Scherm zal verschijnen om te praten over de Ethereum Spot ETF, waar hij ook uh, zijn tokenization fund buddle zal, uh, ja, zal chillen. En waardoor Real World Asset tokens, zoals een On the Finance, waarschijnlijk goed kunnen gaan stijgen. Ja, puur door de hype die zich daar rond afspeelt. Ja, maar we zitten nu met een mijlpaal mail, van 1,44 miljard. Uh, van eigenlijk uh, tokenized Treasury bonds. Dus dat is heel veel. Um, en ja, we zien dat, dat BlackRock het zeer goed doet. Uh, dus morgen is die belangrijke hoorzitting. Als we dan gaan kijken naar meer data. Ik ga hem even iets groter zetten. Uh, eens kijken hoe ik dat hier kan doen. Voilà. Ah nee, verkeerd, excuseer. Um, ik moet hem... Um ja, zo wil ik hem even hebben. Dus hier kijken we naar tokenized, tokenized treasuries. En natuurlijk zien we dat, dat uh, onze vriend het fonds van BlackRock in de lead is. En we zien dat eigenlijk Ondo op de derde plaats staat. Wanneer we hier gaan kijken, zien we dat BlackRock hier op eerste plaats staat. Franklin Templeton op de tweede plaats. En dan die Ondo uh, Finance, waar ik al vrij lang in zit en waar we nu met een 70% winst zitten. Um, deze staat op de derde plaats. Um... Incorporation uh, Country zit in de United States. Um, die van BlackRock zit daar iets anders. Uh, maar alleszins heel interessant uh, om te zien dat er zoveel geld naartoe gevloeid is. Um, we hebben dat al besproken in onze uh, Quarterly Analyst Insights voor onze premium-leden. Dus mensen die die call toen gevolgd hebben, uh, die zullen er ook wel sterker uitgekomen zijn. Nu, wat is nog interessant? Private Credit. Welke is dan daar aan de top? Of welke protocollen uh, zijn daar ook interessant? Figure, Centrifuge, Mapple en Goldfinch heb ik allemaal besproken, is op Ethereum gebouwd, de, de, de 2, 3 en 4 sinds Figure niet, maar ik kijk vooral naar Centrifuge, Mapple en Goldfinch. Als we gaan kijken naar die real world assets, naar welke andere real world assets vind, vind ik nog interessant? Uh, Mantra, die ik ook al heel vroeg heb ingeschaald, en Rio. Dat zijn uh, bijvoorbeeld ook nog twee favorieten van mij. Uh, Mantra gaat het volgens mij ook nog zeer goed doen. Dus deze website is zeer interessant om dat allemaal op te volgen. Uh, we gaan hier ook nog uh, stablecoins krijgen, commodities en real estate, die nu nog in de maak zijn op dit platform. Maar hier kun je alles heel mooi gaan opvolgen. Uh, Meppel uh, is echt nog niet groot. Als we naar Figure gaan kijken, uh, die, die is die een stuk groter. Dus uh, daar moeten we rekening mee houden. Uh, als we die eruit halen, dan zien we dat, dat uh, Centrifuge eigenlijk uh, de, de volgende is. Nu, Goed, genoeg daarover. Ik wil ook eens gaan kijken naar BlackRock zelf. Wat zit er juist in die portfolio? Nu, belangrijk om mee te delen: er zit nog niet veel in die portfolio. De holdings op dit moment is 88 miljoen. En we zien dat er momenteel in USDC. Ik ga het iets groter zetten. In USDC zit er momenteel 87 miljoen. Dus er is nog niet veel bewogen. Maar als we gaan kijken in welke zaken ze al geïnvesteerd hebben, dan zit Rio daar ook tussen. Shiba Inu, Mock zit er tussen. Ethereum, uiteraard. Maar, het, maar als we gaan zien, dan is dat allemaal wel verwaarloosbaar. De um, value, waar hebben ze het meeste in? Let's even zien. Nou, ja, dat kan ik zo niet zien. Uh, dan moet ik nog iets dieper gaan kijken. Je kunt hier ook het portfolioarchief gaan bezien, waar ze overal holdings in hebben. Dus dat is wel interessant. Je kunt dat allemaal live gaan opvolgen, puur omdat wij met crypto werken en alles on-chain staat. Dus de portfolio van BlackRock is volledig beschikbaar. Heel interessant om in de toekomst te gaan opvolgen wanneer ze zaken gaan investeren binnen in die portfolio. Als we dan gaan kijken naar een project dat mij ook nog interesseert binnen de real-world asset sector. Dan, dan volg ik vooral blackrock onder finance zit er zeker tussen ze hebben die ook uitgesproken dus onder finance is zeker een um, in connotatie met wat blackrock doet en zou ook in de gaten houden want zij gaan eigenlijk treasury bonds tokeniseren waar heel veel vraag naar kan zijn ze maken slechts 0, 0,1% uit van de Treasury bonds die beschikbaar zijn op de markt. He, dus die tokenisation die kan nog zeer hard groeien. Dat asymmetrisch aspect zit zeer hoog. Nu, een ander interessant project waar wij uh, onderzoek naar aan het doen zijn en waar we onze premium-leden uh, binnenkort ook over gaan inlichten of, of op de hoogte houden, is niemand minder dan Securitize. Uh, Securitize uh, is eigenlijk gefund uh, in een. Ongekende ronde. Dus lees private investors waar Blackrock ook tussen zit. En dat was een capital raise van 47 miljoen. Dus houd deze jongens zeker in de gaten wanneer die op de markt komt. Want deze kan heel veel impact hebben. Als we dan gaan kijken naar Ondo Finance. En dan zien we dat Ondo uit zijn consolidatiefase is gebroken. En dat we sindsdien. 70% winstnamen hebben gezien, denk ik. 34. Dus wij zijn hier onderaan, hebben wij geaccumuleerd. Dus we zagen dat we onderaan in de box zaten. Hier hebben we zitten aankopen, continu, en accumuleren in kleine bedragen, waardoor we nu rond de 100% winst zitten. Ik zit rond de 100, rond de 70% winst, ik ben hier iets hoger beginnen inschalen. Omdat ik boven deze resistance lijn wil komen. we zijn hier toen ook uitgebroken. dus daar ben ik beginnen inschalen. Dus rond de 70% winst is mooi. Je kunt dat ook live volgen in onze analyst portfolio. Als je premium lid bent. Nu was het volgende. We kijken momenteel naar een vervolg van uitbraak. En waar moeten we dan naar kijken als we naar die uitbraak willen rekening houden. We moeten deze week... Dus op het daily we moeten deze week boven 1,41 gaan sluiten. Die 1,41 of 1,42 zoiets, daar moeten we boven sluiten. Als we op het weekly gaan kijken, dan is dit eigenlijk het verhaal. We hebben hier de high. Boven deze high, dus uh, moeten wij breken. Als we daar binnen sluiten en we hebben nog een tweede candle die daaronder sluit, en dan gaan we waarschijnlijk een reactie naar beneden krijgen of lees een, een, een retracement. Dus we hebben onze expansie gehad, we hebben onze consolidatie gehad. Het volgende punt zou een retracement kunnen zijn, waardoor we wat afkoelingen zien. Nu, voor hetzelfde geldt met hetgeen wat er deze week staat te gebeuren met de conferenties en zo. Denk ik persoonlijk dat we wel eens een pump zouden zien. En morgen en overmorgen wordt daarom wel belangrijk. Dus ik zou nog niet te hard glorie krijgen om in te schalen. Ik zou eerst afwachten wat de weekly doet voordat je inschaalt. Nu, hier zitten twee zones die interessant kunnen zijn. En dan hebben we hier ook nog eentje. We hebben hier ook een analyse van gemaakt op Trade Premium. Dus als ik... De charter zou bijpakken. Uh, eens even zien. Ondo. Dus deze heb ik gisteren geanalyseerd. Ik zal hem er heel even bijpakken. Uh, dit is bijvoorbeeld de weekly. En wat hier belangrijk is, is aan die weekly. We zitten met een soort van um, ja, een. een nu zal ik het zeggen, een Iliot wave waveformatie, maar ik toch wel jullie het volgende van wil laten zien. Voilà. Dus wat zien wij als we kijken naar puur de bewegingen van, van de markt van Ondo? Dan zien we, we hebben hier onze eerste wave gehad, één. Dan een retracement, hè, dat is twee. Dan drie, vier. En nu zou dit de volgende wave kunnen zijn. En wanneer wij onze deviation tools gaan gebruiken, zien we dat deze wave perfect zou uitkomen rond het 4.63 level. Van hieruit zou dat een, een 226% betekenen in het grotere geheel. En we zitten momenteel, wacht, ik ben hier het verkeerde aan het delen, excuseer. En dus we hebben hier onze 5 waves gehad. 1, 2, 3, 4, 5. En die vijfde wave die zit heel mooi in die deviation box die ik hier heb uitgetekend. Dus ik heb een, een manipulation like gevonden. Die ben ik gaan uitzetten. En daardoor komen wij rond het level van 4.48 uit. Het 4.48 level zou ook heel mooi binnen het kanaal passen. Het parallel channel dat we momenteel heel mooi aan het volgen zijn. En dan... Denk ik dat we terug gaan retracen om eventueel deze inefficiëntie rond 1.10 te gaan uh, opvullen. Het kan perfect en we kunnen daar zeer sterke dalingen in zien, omdat deze projecten nog niet super groot zijn. Uh, het ultieme niveau wat ik zie voor Ondo zit rond de 12. Het is ook puur op de deviation uh, manier of uh, strategie gebaseerd. Dat is momenteel de analyse voor Ondo. Wanneer ik ga kijken naar OM. Ja, mantra, en dan zien we ook een heel belangrijk gegeven. We zien dat mantra um, hier toch wel moeite heeft om door te breken op de daily. Dus het kan zijn, we hebben morgen nog, maar. Het kan zijn dat wij hier um, rond die 0.86, dat we daar toch naar een keer om daar support te zoeken. We zitten hier onderaan nog met wat inefficiënties, maar dan zou je het al heel gek moeten doen. Wanneer we op een weekly kijken, eh, moeten we boven die 0.94 kunnen breken. 0.9455 is het belangrijkste level om boven te komen. Als we daar niet boven komen, dan zou het zeer spijtig zijn. En we hebben die 0.8 hier al heel mooi getest, zoals je kunt zien. Um, maar dit is de opdracht voor deze week. We hebben nog vier dagen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitspelen. Goed, dat was het eigenlijk voor de real world assets. En Mantra zit er zeker in. Uh, is zeer volatiel, dus daar moet je rekening mee houden dat, dat die echt wel... Ja, als je kijkt naar de Wix, hier op de weekly. Dat zijn bijvoorbeeld wicks van de low naar de high van 65%. Dus dat is een high risk profiel. Dus hou daar rekening mee en ga daar niet te veel geld in steken als je daar interesse aan hebt. Goed, dan gaan we kijken naar het volgende. Het volgende waar ik naar kijk, of het volgende narrative, is vooral Chainlink. Chainlink lijkt me heel interessant te worden. Mede doordat hij al een heel mooie run heeft gehad. En dat hij ook op die real world assets begint in te spelen. Beter gezegd, die tokenization. Ze gaan ook gaan samenwerken met Swift. Als het op tokenization aankomt. Dus ik verwacht momenteel ook... Dat Chainlink een zeer belangrijke rol gaat spelen in die data availability of die data sourcing. Um, ik denk persoonlijk dat, dat die tokenization van assets, dat Chainlink daar eigenlijk een hoofdrolspeler kan zijn als zijnde de basis voor uh, projecten in tokenization te gaan leiden. Waardoor Chainlink ook sterk kan gaan stijgen. Um, dus ja, we zien. 27 mei zagen we de samenwerking, een mogelijke partnerschap met Zwift. Dus dan moeten we heel goed opvolgen hoe zich dat verder uitbreidt. Maar we zien ook dat, er eigenlijk, dat ze gaan samenwerken met BNP Paribas Forters, een zeer grote Europese bank. Uh, die iedereen wel kent, en dan zitten we ook met BNI Mellon, dat is de tweede grootste bank van Amerika op de Wall Street. Ik ken daar zelf iemand en die heeft me ook effectief uh, goed ja, bevestigd. Um, dus dat is eigenlijk heel interessant. Heel grote partijen waardoor Chainlink zeer hard kan groeien als het gaat om samenwerkingen. Um, ja, Hier heb ik het nog eens gezet, dus dat komt op hetzelfde neer. Dus, ze hebben eigenlijk een Wall Street Pilot gedaan met JP Morgan en BNI Mellon en DTCC. Dus, Chainlink is zeer goed bezig. Als we gaan kijken naar de chart, zien we het volgende. We zien momenteel dat Chainlink uit deze, momenteel tegen deze zone zit. Als wij onze supply and demand screener gaan opzetten, zien we dat hier heel duidelijk. Kijk, dus we zitten hier met redelijk veel resistance. Deze support, daar zijn we naartoe aan het gaan. Als wij onze supply and demand screener even terug uitzetten, dan kunnen we hier wel zien dat we ten opzichte van deze high hier, dat we daar mooi op aan het tikken zijn. Dus als we daarop inzoomen. Ziet je hier dat we een mooie touch hebben gehad van deze blauwe lijn. Dat we hier nog met een inefficiëntie zitten, maar dat we, we hebben hier ook een daling gezien. We hebben deze market maker candle volledig opgevuld zoals we dat hier ook hebben gedaan. En dan zijn we hoger gegaan. Dus het volgende level in mijn ogen zou kunnen zijn rond deze zone. Hier met die volume node. Want hier zit een, um, een supply zone. Hier zit een heel sterke supply zone. Kijk van hier tot hier. En dan denk ik dat dit aan de bovenzijde zeker een interessant level kan zijn. Waardoor je eigenlijk dit ziet: zoiets waar ook een resistance level zit rond de 19,8. Ik denk dat dat volgende een level kan zijn. Weet dat hier onderaan nog wel een heel sterke inefficiëntie zit. Als ik de liquidity hunter zou aangooien, gaat je zien: nee, het telt hem niet mee. Um, even kijken. Nee, hij telt hem niet mee, dus uh, ik, ik zou hem er wel bij rekenen. Deze zone is een, een efficiëntie. Uh, stel dat we een heel sterke daling krijgen, dat de hele markt zakt, dan zou dit wel een interessante zone kunnen zijn voor hem op te pikken. Hij zit wel heel veel lager, een 16%, wat perfect kan. Hè. Um, weekly niveau voor Chainlink. Ja, kijk, hier zitten we ook met die, met die uh, ja, deze moet wel doorbroken worden, hier zitten we met een supply zone. En dus Deze supply zone op de weekly hebben we al getest, dat wil zeggen dat we mogelijk hoger kunnen gaan richting die 20, waar ook een resistance level zit op de weekly. En dus het komt heel mooi overeen, zou perfect kunnen, hier zit ook die volume node. Dus het bevestigt wat ik al eerder zei op het lager timeframe. Dan een derde narrative is AI. Waarom AI? We praten er al langer over, het is misschien al afgezaagd, maar we zitten deze week met belangrijke events. Apple Worldwide Developers Conference gaat op 10 juni van start. 10 juni is deze week, volgende week maandag eigenlijk. Dus daar moeten we ook naar kijken, 10 tot en met 14 juni. We weten wanneer er Apple events zijn dat Wender render token, AI gebaseerd, GPU, die meer in de GPU zit, dat die zeer hard kan stijgen tijdens Apple Events. Dus dat die daar wel een correlatie mee heeft. Dus daar zou ik ook rekening mee houden. Verder zien we dat ook OpenAI een receptie heeft, een vrij grote receptie natuurlijk, die op donderdag 6 juni zal plaatsvinden. Dus deze twee events kunnen AI tokens zoals Nier... Um, Nier, uh, Render bijvoorbeeld, gaan triggeren. He, dat zijn de, de belangrijkste. We zitten dan ook nog met een betenser die eventueel getriggerd kan worden. Natuurlijk Fetch, uh, SingularityNet en Ocean kunnen ook getriggerd worden, maar daar zijn wij geen grote fan van. Uh, als we gaan kijken naar Render, en dan zie je dat die ook wel heel mooi in een consolidatiefase zit en dat die echt wel op uitbreken staat. He, dus als we deze consolidatiefase zouden uittekenen, en dan kijk ik vooral hier naar... Naar deze zone uh, in het grijs, voilà, en dan zien wij dat wij hier in een heel mooie consolidatiefase zitten. Dat we hier het 50%-level van de inefficiëntie hebben opgevuld en dat we hier de highs ook heel mooi hebben getest. En dus deze highs, kijk, komt heel mooi overeen met deze low, en dus we hebben hier al een eerste zone gehad. Um, kunnen we hier naartoe gaan, zeker en vast. Maar we zitten hierboven een belangrijke volume note. Wat denk ik persoonlijk, dat het volgende level nieuwe all time highs kan zijn als we in een keer vertrokken zijn. Dat we ongeveer een 34% toch makkelijk kunnen gaan stijgen. Hier zit heel weinig resistance, moet ik zeggen. Dus die stijging die is eigenlijk al. Ja, die zit in de kaarten, die stijging. Ik zie het gewoon. Kijk, hier zie je ook heel mooi. Dat uh, rendertoken eigenlijk de midspotentieel is als je het mij vraagt qua marktstructuur. En dan een laatste. Hè, we zien dat momenteel de elections heel hard um, aan het gaan zijn. Dat het echt wel uh, een war on the election votes is. Ten opzichte van Biden en Trump. En dat Trump toch heel veel. Aandacht krijgt een aanhang. Uh, we hebben ook eens gekeken naar de wallet van Trump. Uh, we zien dat die momenteel die is gestart uh, op een wallet van 1,3. Ja, wacht, een uh, wallet van 1, 116k ongeveer. Uh, ja, pakt. Ja, 166k en momenteel zit die wallet aan 5,1 miljoen. En we zien momenteel dat hij trog heeft binnen zijn portfolio. Trog is uh, in de laatste tijd zo'n een, uh, een 4 miljoen gestegen. De totale portfolio is een 3 miljoen gestegen. En dus we, Trump zit momenteel met een totale portfolio, als ik het hier zo zie, van 23 miljoen. In de laatste tijd met 3 miljoen gestegen. Dus dat is wel. Absurd veel. Um, ik zou het eens moeten bekijken in totaliteit hoe hem gestart is. En dan moet ik eens bezien. Ja, we zijn hier, ja, dat is absurd hè. Um, we zitten nu met plus 11 miljoen in stijging in profit. En dus die heeft zijn portfolio bijna verdubbeld als ik het zo bekijk. En we zitten hier met een plus 11 miljoen. Dus Trump heeft zijn portfolio tijdens de verkiezingen gewoon verdubbeld. Heel slimme man eigenlijk. Um, want iedereen die memecoins aanmaakt heeft hij in zijn bezit. En um, ja, hij weet er welke blijkbaar. Waardoor uh, zijn portfolio echt wel geschild wordt en gespijst wordt met mooie profits. Een mal 2 is zeker niet slecht voor meneer Donald Trump. Nu, als laatste, eh, wil ik even kort nog het hebben over deze jongen. Eh, Notcoin, gerelateerd aan Toncoin. Toncoin is een grote favoriet van mij, die ik ook heb ingeschaald in mijn uh, analyst portfolio van Trade Premium. Die ook al met een 10% in de winst zit. Um, ik heb die al eerder aangekocht, eh, maar onlangs verkocht om lager terug aan te kopen. Is zeer goed gelukt. Uh, en nu zijn we al terug aan het stijgen. Uh, dus de retracement heb ik heel mooi op kunnen inschalen. Uh, nu wat denk ik momenteel. Dat er heel veel winsten van Notcoin naar uh, Toncoin kunnen gaan. Uh, Notcoin heeft de laatste 7 dagen een 166% winst gemaakt. Uh, is al heel hard verzwakt. En ik denk dat die winsten bijvoorbeeld binnen het ecosysteem van Toncoin kunnen gaan. Lees de layer 1 Toncoin zelf. En ik denk dat daardoor wel... Hm, Toncoin een nieuwe run kan maken. Dus we hebben gepraat over onze vriend um, on Finance. Uh, securities zit er ook tussen als funding. Hè, dus een meer een nieuwe coin die op de markt kan komen. Uh, we zitten dan ook met Mantra. Dan hebben we gekeken naar Chainlink. Vervolgens naar render. En de coins die in de wallet zitten van. Um, ja, Van meneer president Trump, of Donald Trump, is nog geen president. En dan hebben we uiteindelijk gekeken naar Ton. Dus dit was het eigenlijk voor mij. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden, dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb het vandaag iets langer gemaakt, met de reden omdat wij uh, afgelopen zondag daar niet zo diep in kunnen ingaan. Heb ik er nu een paar zaken bijgenomen die ik met jullie wou delen. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Als je het interessant vond, like het zeker. Subscribe onze pagina. En volg voor meer. Ik wens jullie nog een fijne avond en tot de volgende keer. Bye bye.